Ja, het liefst zou je het zo houden zoals hier, hè? Dat is natuurlijk het allermooiste. Maar we moeten ook iets met windenergie en we moeten iets met zonne-energie. We moeten zoveel! En we moeten iets met bouwen. Hoe heilig is het Groene Hart? Ja, het Groene Hart is heilig. Maar steeds zal die afweging gemaakt moeten worden van... Ja, hou je dit mooie groene landschap zoveel mogelijk intact... en kun je toch genoeg huizen bouwen? Dat wordt het grote dilemma. En dat zullen denk ik hele zorgvuldige afwegingen moeten gaan worden. Mevrouw, wie is dat? De nieuwe burgemeester, ja. En heeft u een opdracht voor hem? Nou, hou Zoeterwoude zoals Zoeterwoude is. Lekker zelfstandig. Ik denk dat je vooral moet zorgen dat je als gemeente, en zeker als kleinere gemeente, alle opdrachten aan kan die je van het Rijk hebt gekregen. De WMO, de jeugdzorg, participatie, maatschappelijke zorg die eraan gaat komen. En daar heb je denk ik de hulp van je buren, van de regio heel hard voor nodig. Ik denk dat dat vooral de opdracht is en welke vorm dat dan heeft. Ja, daar moet je je denk ik niet over uitspreken. Dat ligt er echt aan, wat heb ik nodig? Ik heb gehoord dat je een hele sociale man bent. Erg voor de sport ook, voor de jongeren. Dus ja, wat willen we meer? Ben jij mensenmens? Ik vind het ontzettend leuk om, laat ik zeggen, de inwoners, de organisaties, de sportclubs op te gaan zoeken. En ons enthousiasme kunnen laten blijken voor al die mensen die zich belangeloos inzetten. Dat vind ik ongelooflijk inspirerend. Dus ik ga graag op pad.